dames en heren, daar zijn we weer met de lower bracket final. Die is dit moment gedowngrade naar een best of one. Dat is ook maar beter ook, denk ik, ja. In de tijd die we nog beschikbaar hebben. En Bernard heeft geen zin om lang te wachten. Pakt dan een entry op... hoe heet het? Luas Revo. Yannick treedt dan terug op Pat. Vangt dan een headshot en een bodyshot van Convig. Kinzo kan dan net niet het pixeltje vinden om hem ook te killen. Kinzo draait dan wel om, pakt de kill op Clash en bijna op Bernard. Maar Bernard met heel veel moeite probeert hem dan te killen. Lukt dat niet en Kinzo valt dan uiteindelijk 2 tegen 2. Nu Vasher gaat dan Convig hunten. Vasher en Logix hebben daarvoor al beide een kill gehad. 1 tegen 1 nu. Convig tegen Logix. En wie zal er winnen? Bom is niet geplant. Dicht op site. En Convig weet dan met een headshot en weer een bodyshot ook zijn derde kill deze ronde te pakken. 1-0 voor Complex Simplicity in deze lower bracket final. En we zijn benieuwd wie er zal winnen. De winnaar hiervan gaat naar de grand final. Dat is op dit moment ook gedownscaled van een best of 5 naar een best of 3. Zoals we al zeiden, vanwege bepaalde tijdrestricties die wij jammer genoeg zijn tegengekomen. Ja, en dan is het nog wel met een map advantage, neem ik aan, hè? Dus dan worden er maximaal 2 maps gespeeld. Ik denk het wel, ik weet het niet helemaal zeker. Het is wel zo eerlijk voor de upper bracket om dat advantage nog te gunnen. Maar heel goed, de pistol is dus gewonnen door Complex Simplicity, die eerder vandaag Asterion al weggeschoten hebben in de lower bracket semifinals. Asterion zagen we gisteren natuurlijk... vallen tegen datzelfde team, toch? Tegen Leonid speelden ze. Oh ja, dat was nog erg interessant om te zien. En daarna, voor de mensen die het niet meer meegekregen hebben, want dat was nog best wel een hele late match, zagen we Leonid de upper bracket finals verliezen tegen Vanguard Pro, inderdaad, en Noren. En Luis Revel met een mooie headshot op Clash begint de ronde met een... klapper. We hebben nog, nou ja, begint de ronde. De ronde is inmiddels al best wel ver verstreken, maar dat was de eerste contact die er beschikbaar was. Maar als reactie erop zien we de rest van Complex Simplicity die gewoon die A-site op gaan rennen. We zien flashes, we zien smokes en nu gaan ze die bom neerleggen met nog 30 seconden over. De rotatie begint al flink te komen. Bijna alle CT's zijn hier. Vasher met zijn deagle staat gelukkig paraat. Pat weet wel te return. Schreef met nog een headshot. Convig met 1, Pat met 1 en Yannick weer met de return. Alleen Convig is nog in leven met 10 health tegen Yannick en Luis Revo. Hij heeft misschien een AK tegen een UMP en een scout. Maar op dit moment met het aantal leven dat deze mensen nog hebben, heeft Convig absoluut niet het voordeel. Hij heeft ook niet echt meer tijd om heel veel voor elkaar te krijgen. Hier 5 seconden, die bomplanten gaat al niet meer lukken. Hij heeft net even iets te lang gestaan daar en hij wordt misschien zelfs nog afgeschoten hierna. Dat zou wel heel erg lullig zijn voor geld. Oeh, hij leeft nog net niet meer. Yannick weet hem te claimen. Hij wist nog wel bijna Luis Revo af te schieten daar in City Spawn, maar ja, dat was onvoldoende. En doodgaan na de tijd, dat doet altijd net even wat extra pijn. Tolders, want dan heb je weer wat minder eurotjes beschikbaar. En nou ja, dan is het 1-1. Ja, hij heeft wel de $300 gekregen voor de bomplan, maar dat kan natuurlijk niet op tegen de losbouwers. Oeh, Luus is even op 1 AP, rent dan snel weg voor de grenade en dan is het in één keer een hele snelle connector rush. Bernard pakt de kill op Vasher en ook Logix is onder druk, gaat dan dood aan Convig en Clash. Luus Revo dus nog op 1 AP. Kinzo ziet daar dan een Xeno. Vangt dan wel een headshot voordat hij er zelf eentje geeft. Bernard pusht dan CT, pakt de kill op Luus Revo die altijd op 1 AP zat. En dan is Clash de man die hij niet killt. Kinzo kan uiteindelijk dan iets terug doen. Maar het is een 1 tegen 3 situatie nadat hij dus die eerste kill heeft. Moet ace om deze ronde te winnen. Heeft dan M4 gepakt. Kan dan niet Clash daar de hoek om de baas zijn. Dat betekent een tweede ronde voor Complex Simplicity. Een mooie... pingpong situatie hier. Het gaat heen en weer en wie zal uiteindelijk de smash doen waardoor zij de voorsprong zullen uitbreiden. Dat is de vraag van vandaag. Nou ja, het lijkt erop dat we gewoon weer een force gaan zien van Leonid. Dus een beetje ja, back and forth blijft het gaan totdat een van deze teams, zoals je zegt, gewoon 2 rondes achter elkaar kan winnen en een eco kan forceren bij de tegenstander. En Kinzo, alhoewel hij wel die headshot raakt op die afstand, is die Tech9 gewoon te sterk. Pat pakt die kill. Clash en Bernard hebben er ook allebei 1, maar Yannick vanaf de site heeft er 2 met zijn UMP. Ziet een derde, weet hij ook nog af te maken. Dat was Convig die kogel in zijn hoofd ving. Maar Xeno met zijn M4 weet Yannick te treden. Op dat moment is alleen Fasher nog in leven. Die komt van kort aangesneakt, aangeslopen. En die moet deze twee mannen ervan weerhouden die bom neer te leggen. We hebben er nog eentje in back alley lopen. En dat kan toch wel een beetje een stoorfactor worden hier. Al helemaal als Fasher zo rustig door blijft lopen om die bom te zoeken. Die blijft ook heel geduldig achter dat muurtje zitten. De timing kan niet slechter hier. Maar achteraf maakt er niet zo heel veel uit. Want Xeno piekt gewoon omhoog en trekt zijn kop eraf. Dat is het einde daarvan. En dat is waarschijnlijk ook de eco voor Leonid die moet gaan beginnen. Ja, dat is dan een heel leuk begin voor Complex Simplicity hier op hun terrorist site. Om gewoon gelijk maar 3 rondes te hebben en de 4e waarschijnlijk ook gratis te krijgen. Ondertussen zien we dan inderdaad die Eco 157 op Yannick. Die daarmee wat voor elkaar probeert te doen. 3 man in connector in de hoop dat ze daar weer een kekke push naartoe proberen te doen. En dan is er eigenlijk niemand op de B-site en gaat de bom daar dan ook genadeloos makkelijk neer. Project schiet een beetje door die window, maar kan daar geen damage doen. Project pakt dan uiteindelijk wel een headshot op hem, maar vangt er ook een van de AK. En die van de AK doet dan toch iets meer pijn. En dan lijkt het al redelijk zeker te zijn dat het een 4-1 leiding wordt voor Complex Simplicity. Ja, want, zo zeker dat het niet eens meer de moeite waard is voor Leonid om die kant op te gaan. Sterker nog, ze blijven met z'n 3 in ieder geval in T-spawn staan. Misschien dat ze wat exits kunnen pakken, is waarschijnlijk hun gedachte. Ze hebben letterlijk niks om te zeven, met uitzondering van 157 op Yannick. En die is juist als enige wat agressiever dan de rest. Alle terroristen lopen zo'n beetje dezelfde kant op. En dat is niet de armen van deze wachtende CT's in. Ze vermoeden misschien wel dat er ergens een enorme booby trap voor ze staat. En nou, iedereen overleeft het dus. Of voldoende mensen overleven het in ieder geval van Complex Simplicity. En dat is de eerste gunround die we dan gaan zien. Het is 4-1 hier op Mirage in de lower bracket finals. Een best of one dus wel helaas. Maar goed begin voor Complex Simplicity. En Bernard loopt nog met een Mach 10. Dat is wel interessant. Bernard is een beetje een spannende kerel. In zo'n uur 7 hebben alleen geen zin in dat gedonder. Pakken samen een kill. En ook Fasher met wat moeite pakt een kill op Pat. Clash uit Pat gooit dan een molotov. Maar Fasher is al bezig met ook nog Xeno te killen. Conflict kan dan treden. Gaat dan ook dood aan een headshot van Fasher. En Fasher heet er dan al 3 in deze uur 7. Misschien wat door de smoke. Doet maar 12 damage. Maar zelfs 12 damage is meer dan 0. En Clash gaat dan een beetje teruglopen, hoopt dat hij misschien nog een of andere kekke CT tegenkomt die hem pusht. Maar tot op heden lijkt Leonid Gaming niet zo wild te zijn. We hebben wel 2 man bij T-Span nu puur om een mogelijke andere positie af te houden. Yannick kan zo pieken als passagier. En passagier heeft contact, dan heeft Yannick de kill. 4-2, Leonid eindelijk weer eens een keer een ronde. En dat hadden ze ook eigenlijk wel nodig nu. Ja, en Tolders, wat denk jij nou van deze matchup? Welke van deze teams heeft nou de grootste kans om hiermee weg te lopen en straks in de finale tegen Vanguard Pro te spelen? Over langere tijd zou ik toch eigenlijk Leonid hoger inschatten. Ze hebben meer ervaring, heel veel prijzen onder hun naam. Maar als je kijkt naar wat Complex Simplicity doet, het zijn jongens die ook bij ISL Benelux onder verschillende teams een beetje hebben gespeeld en sommigen niet. Een paar IC main seizoenen per persoon. En dan kom je hier landen en dan ga je natuurlijk proberen zo ver mogelijk te schieten. Clash en Bernard hebben natuurlijk al redelijk wat gespeeld. Ook Config is een naam die je vaker hebt gezien. Ik heb zelf nog niet zoveel ervaring met die Xeno. Op pad weet ik dat hij vooral op ECM main goed kon raken. En daarom waarschijnlijk bij dit team terecht is gekomen. Hij heeft nog niet heel veel ervaring dus. Maar Yannick straft het dan ook af. Pakt dan een kill. Maar Config weet dan te treden. Kinzo pakt dan een kill op Xeno. Config weer met de trade. Maar heeft nog maar 12 HP over. Dus dat is wat onvertuinlijk voor hem. Gooit dan om op zijn rug. En zijn maatje Clash komt dan van kort. In de hoop dat die wat meer kan betekenen voor hem. In de hoop dat hij misschien de man die close by side is duels heeft ook kan killen. En er gaan wel wat schoten gevallen worden. Config pakt dan de kill op Duels Revo. Dan is het 2 tegen 2. Fasher doet heel veel damage waardoor de beide spelers van Complex nog maar 14 AP samen hebben. De bom gaat dan ook neer. En er is, nou jammer genoeg voor de net geen utility om dat te stoppen. Oeh, en daar wordt 1-om-1 getraind. Logix pakt dan de kill. Heeft vol AP tegen de 2 AP van Clash. Clash die moet dus eigenlijk ook gewoon een headshot nemen. Maar Logix heeft letterlijk geen idee waar Clash uithangt. Op de manier waarop Logix zo om de site heen loopt, kan Clash daar perfect omheen spelen. Iemand is gedropt volgens mij. Oh, de hele server? Of wij zijn gedropt. Dat zou ook heel goed kunnen. Ik hoop dat wij zijn gedropt. Maar het is dat wij ook beide, terwijl wij naast elkaar zitten, gedropt zijn. Betekent waarschijnlijk dat zij ook gedropt zijn. Zal ik even kijken? Ik gun dat jou heel erg. En wat ziet u in uw... Ja, ze lijken nog gewoon te zitten. Ze lijken gewoon te zitten. Dus ik kan het scherm niet zien. Dan ga ik gewoon even een retrytje. Ja, lijkt me goed. En dan zijn we benieuwd wat er is gebeurd. Want ja, de Surf Collection voor de GoTV relay is in ieder geval getimed. Dus daar kunnen wij vrij weinig mee. En als ik zo kijk, is... het een beetje lastig om te connecten. Wij gaan er dan even tussenuit terwijl wij deze technische problemen proberen op te lossen. En dan zijn wij binnenkort bij terug bij deze lower bracket final. En sorry voor het ongemak en geniet nog maar even van de muziek. Ja, dames en heren, een iets wat onfortuinlijke ronde. Of in ieder geval, ja, qua technologie dan tenminste, zijn wij weer terug. We hebben meegekregen dat Logix net de kill had. Toen klapte de server eruit. Wat natuurlijk iets wat onveilig is. Daar is een screenshot van gemaakt. En volgens mij krijgen zij daarom de ronde. En dat moeten ze alleen wel even handmatig doen. Want de ronde is dus niet officieel uitgespeeld. Omdat de bom lekker doortikte. Want Logix kon niet de defuse inhouden. Omdat ja. PC. Ja, maar ja, de kill had hij in elk geval wel gepakt. Daarvan hebben wij ook de Place TV gezien. Dus, want op stream was dat niet het geval. Toen viel hij er net voor de kill uit. We zaten in een 1-tegen-1. En nee, die kill had Logix dus gepakt. En hij was in principe prima in staat om te defusen. Hij had een kit, hij had tijd, hij had zijn voeten al op de bom staan als het ware. Alleen moest even ingedrukt houden. Nou ja, dat gaan ze... nu dus nog een keer opnieuw uitspelen, denk ik. Ja, en ze remaken compleet wat voor nades en alles wat ze hadden, om het natuurlijk wel zo eerlijk mogelijk te houden. Ze hebben net al gezegd, yo, wie krijgt welke kill? Wie krijgt de plant? Wie krijgt de defuse? Ja. Ze gaan dus gewoon echt de hele ronde naspelen. Nou, dat is ook wel interessant om even naar te kijken. Ah. Oké, dus... Dit is echt gewoon... Kinzo schiet Bernard af in mid. Oh nee, Yannick pakt 1 kill op pad. Dan gooit hij zijn shit weg. Dan moet Convict zo nog volgens mij 4 kills pakken. Dat is Uno, no scope. En nog een quickscope van Convict. Pakt ook Luos Revo. Dan gaat zelfs Washington onderin. Staat daar Kinzo. En oh, die gaat dan dood aan Convict. Convict. En dat zorgt ervoor dat Logix in een 1-tegen-3 situatie is. Xeno kijkt toevallig de verkeerde kant op, gooit dan wat utility en dan Convict gaat dan planten. Xeno dodge een beetje om de kogels van Logix heen en Logix pakt dan de kill, ook nog de kill op Clash. En dan ziet hij in een 1-tegen-1 tegen Convict, pakt de kill. Oh my god, zieke play van Logix en allemaal nice shots. Dit wordt sowieso een zieke clip en 3-tegen-4 nu voor Leonid Gaming. Ongelooflijk close ronde en hoe kan dit gewoon zo sterk? Wauw. Dit was eerlijk wel leuk uitgespeeld. Ja. Oké, maar dat is eventjes gedaan te hebben. Nou, keurig. Kunnen we gewoon verder met de game waar ze gebleven waren. Ze zeggen ook have fun in chat. En daar gaan we dus, alsof er niks aan de hand is. AWP aan beide kanten, alleen een UMP voor Bernard helaas. Maar daarmee is hij er ook wel het slechtst aan toe. Dus voor de rest valt het wel mee. We zien 3 terroristen richting B gaan. De bom is een beetje aarzelend bij topmid. En we hebben nog 1 man die daar de bom vergezelt. Het lijkt erop dat ze in ieder geval aardig wat prioriteit bij B leggen op dit moment. En nou ja, van de counterterrorists kunnen we niet hetzelfde zeggen. Die hebben... 3 man op de A-site, dus die rotatie zal straks wel belangrijk gaan worden. Maar om eerlijk te zijn ziet het er niet naar uit dat Complex Simplicity van plan is op korte termijn al die B-site uit te gaan rennen. Ze gingen eens even kijken, ruiken en zien of daar wat aan de hand was. Maar ja, ze houden het gewoon nog even rustig met nog een minuut op de klok. Ja, eigenlijk totaal geen mid-control van Leonid Gaming. Die hebben dat compleet afgegeven aan de elementen. En ze hebben ook niemand die eigenlijk ook maar iets van underpass of connect houdt. Dus eigenlijk best wel risky. Kinzo moet om de zoveel tijd even checken. Dan heb je Logix die dan voor hem rem kijkt. En dan zal Kinzo straks waarschijnlijk een paar spelers van Complex Simplicity treffen. Gooit dan een flash eroverheen en dan is Clash aan de andere kant van die smoke. hebben we beide natuurlijk geen enkel idee daarvan. Kinzo heeft wel een vermoeden, want ja, waarom zou je daar anders een smoke gooien? Je zit te overwegen om daar te pre-firen. Heeft dan ook een paar keer bijna op het hoofd van Clash. Oh my god, 1 blok plus. Daar ziet Kinzo een armpje, pakt dan de kill op Clash. En de rest van Complex gaat dan naar ramp. Met de bom er ook nog eens bij en dan komt daar de play. Logix gaat dood. Kinzo nu van Ster zal minimaal 1 kill pakken. Gaat dan dood. Nadat Logix nog even Xeno levend verbrandt. Terwijl hij zelf dood is. Vasher pakt de kill op Bernard. 3 tegen 2. Compik moet de bomplant recoveren. Want de tijd is al zo goed als over. Nu dus een timer van 40 seconden. Config als laatste over. 1 tegen 3 met de AWP. Pakt dan bijna een collateral. Maar Vasher is nog net iets te klein om daarvoor te vallen. Joost Revo en Vasher. 2 tegen 1. Vasher gaat daar bijna dood aan. Weer een shotje van Config die nu moet hopen dat hij wat kan doen. En oh! Config. Lekker bezig. Die man die heeft dus gewoon in de vorige ronde had hij er 4. Nou ja, dat was een replay van de ronde waar hij er daadwerkelijk 4 had. Dus dat was absoluut net zo sick als deze. En nu pakt hij gewoon weer een 4K, clutcht hem in zijn eentje. 1 tegen 3 nota bene. Dus 15 top. Kills heeft hij al in die man die gaat hard. 8 rondes. Die man die is heel erg hard aan het schieten. Dat is ook absoluut een van de highlight spelers van het weekend geweest. En nou ja, om eerlijk te zijn hebben we aan de andere kant van het scorebord ook wel wat van die highlightspelers. Namelijk bijvoorbeeld Kinzo, die gisteravond, gisternacht, vanmorgen eigenlijk, ja. Ook echt verreweg, wat was het, 30 dropte in de laatste map van de upper bracket finals. Maar het lijkt nu dus Config te zijn die wakker is. En goed ook, we hebben een hele rits met deagles voor Leonid en 1 Peter 50 op Yannick om hun sites mee te verdedigen. We zien 4 terroristen richting aangaan, inclusief de bom. We hebben er eentje in underpass, die komt straks waarschijnlijk van achteren. Maar het is nu een kwestie van die site open zien te breken. Ze komen van alle kanten. De eerste frag is voor Bernard, die pakt Fashion Config, weet Logix te vinden. En Pat pakt in de tussentijd ook Lewis Revel. Yannick loopt op kort met zijn P250. Klik, klik, klik. Geen frags voor hem, wordt ook afgeschoten door Pat. En dat is het einde van de eco voor Leonid. Dan gaan we nu nog steeds geen gunround in, lijkt het. Want ze hebben nog niet echt heel veel geld. Nee, en ondertussen zien we dan 2 UMP's voor de heren van Complex Simplicity. En een AWP weer voor Config die daar echt ongelooflijk veel impact mee heeft. Trouwens, een leuk detail. De vader van Yannick's grote fan is voor de kleine Belg ook weer aangetreden. En had zelfs nog wat feedback op de team. Dus altijd leuk om te horen. Fashion Luce even pakken ondertussen dan een kill op Config. Terwijl Pat kort doorrent en daar een headshot geeft aan Kinzo. Nu rent hij lekker door. En in apps zit dan Yannick met de deagle. De Belg waar we net over hadden mist dan 2 schoten. En dat kan op duur komen te staan voor als Xeno daar is. Maar Xeno vangt dan een headshot van Yannick. Gaat al reloaden op het moment dat het niet echt optimaal is. En ondertussen zijn er ook al mensen aangetreden om te helpen met de B-defense. En Logix, drive-by. Die heeft daar wel een tijltje bij nodig om dat te, ja, overleven, denk ik, zonder zijn toetsenbord kapot te maken. Nu is Revo met een AWP in de rem, kan dan net wegkomen. Nadat hij eigenlijk al vast zat bij Tetris. Bernard zegt, yo Clash, we gaan nu even naar A of gaan we toch dubbel faken naar B. We hebben 50 seconden op de klok, dus we kunnen alle kanten nog op als we dat zouden willen. Ze gaan nu naar jungle, dus het kan zomaar zijn dat ze ervoor opteren om naar B te gaan. Yannick staat daar met een deagle en een UMP. Dus niet heel veel. Oeh, en daar wordt een Logix gespot. Neemt dan wat damage. En Bernard gaat al dood. Yannick kan niet allebei pakken. Duurzeven nu 1 tegen 1. Clash tegen Duurzeven. Duurzeven heeft geen armor. Clash heeft zelfs nog wat utility. Die molotov, als hij nou naar kort gaat, dan zou dat vervelend kunnen zijn. Maar Lewis Revo clutcht hem gewoon lekker simpel met die AWP. Geen armor nodig, geen utility, geen pistol. En ook geen kit, want tijdverspilling doen we hier niet aan. Tijdverspilling zonder kit. tijdverspilling is onder Kid. Maar don't be a loser bij de diffuser. Doe zelfs alleen een winnaar. Heeft zelfs nog een 5-7 weten te vinden. En heeft ook de vierde ronde voor Leonard uit zijn hooghoed getoverd. Wat een winnaar. Wat een winnaar. En dan hebben we Convict weer met die AWP. En nu ook Leonard Gaming een full buy. Aangezien ze net een eco hebben gewonnen. Ziet de financiën er zeker zeer rooskleurig uit. Midlaat weer redelijk open. Maar Luis Reven gaat dan vanuit connector proberen te pieken. Doet dan bijna een hit op Pat. Gooit dan ook nog een nade die in totaal een 50 damage doet. En dan komt er zelfs op de tweede van een teamgenoot. Waardoor Bernard op 43 HP zit en Pat op 69. 69. We hebben anderhalve minuut iets minder op de klok. De bom ligt nog in spawn. Dus dat geeft al aan dat Complex Simplicity niet echt aanstalten aan het maken is om een site over te gaan nemen. Maar in plaats daarvan gewoon rustig aan het doen is. Ze zijn de map aan het verkennen. Ze zorgen ervoor dat ze hier en daar een mannetje hebben staan. Voor het geval dat Leonid straks stoer komt doen. Voor het geval die informatie komen halen of denken dat ze kunnen pushen. Ik moet eerlijk zeggen dat ik niet zeker weet of ze dat überhaupt wel komen gaan doen. Zullen gaan doen. Of komen doen. Sorry, Nederlands is lastig na zo'n weekend. Maar de bom is inmiddels geclaimd en begint zijn weg naar A te maken. Fasher weet Bernard te vinden. Dat is ook bij A. Bernard dacht door Connector heen te kunnen komen. Net als Xeno. Maar Xeno lukt het een stuk beter als die Fasher afschiet om zijn teamgenoot te wreken. We hebben dan alleen nog Logix in City Spawn staan. Dat is de enige CT die A nog enigszins verdedigt. Wel is Luis Revo door City Spawn aan het rotaten. En zit Kinzo in Sniper's Nest. Alle CT's maken ondertussen hun weg richting die A-site. We hebben nog een smoke in CT die ervoor zorgt dat er niet al te veel onheil kan gebeuren vanuit die richting. Maar die smoke gaat binnenkort wel weg. En we hebben dus twee CT's van twee kanten die eraan komen. Yannick pakt Pat op het moment dat hij eventjes gedisoriënteerd rondloopt. Convict zit nog bij Tetris en kan daar heel erg moeilijk gaan doen. Maar Clash vindt Kinzo. We hebben nog twee spelers in leven voor de CT's. Yannick weet er eentje te pakken en Luis Revo net zo. Opeens is Xeno eens eentje in leven tegen twee. En dat lukt hem niet. Luis Revo trekt zijn kop eraf met die AWP. En Yannick zat al op de bom. Dus dat is 5 rondes voor Leonid tegenover de 6 nog steeds van Complex Simplicity. Leonid weer een hele strakke retake onder leiding van Luis Revo met de AWP. De financiële situatie van Leonid Gaming is nou nog niet helemaal top. Maar ze zullen niet zeuren aangezien zij gewoon weer een full buy hebben. Iets waar Complex Simplicity van kan dromen. Ze hebben wel AK's, één man met een Tech 9, maar eigenlijk naast een utility. En dat is iets wat je eigenlijk wel graag zou willen. Vooral als Leonid in één keer weer zo sterk blijkt te zijn. Omdat ze al 6 rondes te pakken hebben. Fasher pakt dan 1 kill met de hulp van Logix. Fasher is dan wit, maar Pat kan hem dan niet killen. Kinzo pakt er 1, maar Bernard pakt er 2. 2 tegen 3 nu. Bernard op 9 HP. En dan zijn er nog 3 man van Leorin die proberen te retaken. En dat is niet zo lastig als Luis Revo weer een kill pakt. En Xeno al wat damage van Logix uit CT vangt. Heb je nog gezien, dus op 12 HP met de AK. 1 minuut om mee te werken, maar de bom ligt helemaal in het open waar Luis Revo goed zicht op heeft. Kinzo zelfs nog vanuit Connector. Ja, dit oversteken gaat hem wel duur komen te staan, denk ik. Luis Revo kreeg bijna een mooie kans, maar zijn teamgenoot kwam er even tussen met wat kogeltjes. En in principe zou het op dit moment wel de moeite waard zijn voor Xeno om gewoon te zeggen van hey, laat maar, ik neem gewoon mijn AK mee, ik heb 12 HP. Die Kevlar en Helm en Flash en AK natuurlijk gaan heel erg goed van pas komen in de volgende ronde. Met name omdat ze er al 6 hebben. Dus ze hebben helemaal geen druk om er nog meer te winnen. En ja, dat oversteken was dus toch net even iets te risky. Luis Revo zat er helemaal klaar voor. Xeno verliest zijn leven. En ja, niet echt geld aan de Complex Simplicity kant. Deze mannen moeten dus... Nou, in elk geval 1 rondje gaan eco. Hè. Ik weet niet of ze, ja, gezien de losbank zullen ze niet veel meer dan 1 ronde nodig hebben. Maar dat is toch wel een mooie kans voor Leonid om een beetje verder terug te komen. Een beetje die game weer in te komen na nou ja, toch een achterstand te hebben van 6 rondes. Niet zozeer dat ze 6 rondes achter staan, maar dat ze 6 rondes tegen hebben al. Maar Pat doet zijn play gewoon weer met die Tech9 door. En dan kan dit keer alleen maar 1 kill pakken. Ruus Revo staat daar met de AWP dan toch klaar. Logix is onder vuur. 60 HP over en Bernard springt dan. Bernard schiet, maar kan hem nog net niet raken met zijn Glock. Gaat dan door, maar Logix houdt zich kalm, houdt zijn aim strak. En Kinzo ondertussen pakt de kill op Convict. Flash op 7 AP en Xeno op 0. En dan is iedereen down. De bom is wel geplant. En dat is iets waar de heren van Complex zeer blij mee zullen zijn. 7 rondes nu voor Leonard Gaming. Die volgens mij voor het eerst deze map dan een voorsprong hebben. En dat is inderdaad correct. Het zou normaal een best of 3 kunnen zijn, maar het is nu een best of 1 vanwege de tijdlimitaties die wij hebben hier op LAN. En we zullen zien, Vasher krijgt geen AWP, die heeft even een beetje een wisseltrucje gedaan en Lius Evo gaat dan inderdaad met de boomstick aan de haal. En we zien een B-fake en een A-play waarschijnlijk. Ja, maar met 3 man fake is van hele commitment. Ik neem aan dat ze gewoon smokes gaan gooien en dan 1 man door laten lopen en de rest underpass in laten gaan. Want met 2 man die A-side pakken is toch wel heel erg lastig. En we zien zelfs de bom in Config rotate of in elk geval een stuk teruglopen, T-spawn in. Maar we gaan zien wat dit voor B-play gaat worden. We zien alleen Pat doorlopen, die wordt gelijk afgeschoten door Yannick. En daarmee is het eigenlijk voor de B-play al wel klaar. Alleen ze staan ook niet in positie om A over te nemen. Het is een dubbel fake. Clash en Bernard lopen inmiddels wel op A. Er is al wat rotatie de andere kant op gegaan. Logix wordt gevonden in Snipersnet. Wat een verwarrende ronde moet dit zijn. We hebben nog 1 speler die enigszins bij B in de buurt is hier. Dat is Yannick. Die weet Bernard te vinden vanuit Snipersnet. En gaat dan ook snel terug naar site. Weet nog 1 kill te pakken op Config. Maar wordt dan getraind door Xeno. En nou ja, we hebben nog 1 speler die een beetje in een awkward positie is, dat is Clash hier. Maar Xeno is in elk geval op de site, is er in zijn eentje en kan die bom ook gaan planten. Alleen dat weet hij zelf nog niet, lijkt het. En er zijn nog 3 CT's in leven, dus het winnen van deze ronde wordt extreem lastig, denk ik. Maar die bomplant zal al heel veel schelen. Hij heeft er nog tijd voor en misschien denken ze zelfs dat hij naar de andere site is gaan. Nee, oké, hij heeft een molotov erin gegooid. Nee, dat zou haast niet kunnen. Nee, oké. Gelukkig maar ze wachten wel heel geduldig. Mooie boost hier op kort om wat extra ogen te hebben om samen te kunnen pieken. Xeno steekt over Kitchen in en vindt daar Luis Revo. Ja, het idee was goed om gewoon maar wat one-on-ones te gaan pakken. De herden wat uit te dunnen. Maar dan loop je tegen 2 crosshairs aan met jouw ene en dat win je over het algemeen niet gemakkelijk. Vooral niet als de heren van Leonid nu dus de draai en de smaak te pakken hebben. Gaan nu dus proberen hier een 9-6 first half van te maken. Niet optimaal, maar ook zeker niet een winnable. Vooral niet als er een paar leuke stratjes worden gekald. Meestal doet Duels even dat, zelfs tijdens het zieke AWP. AWP? Ja, call Duels even voor de gekke strats. Ja, meestal wel. Hij zit ook in het midden van het team, maar ondertussen wil dat Kinzo 1 kill pakt en op zoek gaat naar de tweede. Ondertussen is GoTV even gek aan het doen en zien we niet dat Clash de kill pakt op Kinzo. Wel dat Yannick een kill op Pat, ook nog 1 op Xeno en dan staat Convict daar op het hoekje met die AWP te wachten. Heeft de bom dan wel gepakt, een ding wat Yannick nog niet had gezien, maar misschien wel heeft gehoord. Molotov komt er ter vervanging van de smoke en dan is Clash nog op kort. Hoop dat daar iemand een fout zal maken. Hij dus de nummers een beetje in hun richting hun getal te trekken. Ja, maar dit is een super lastige positie om in te zitten voor Complex Simplicity. Want ze hebben wel de bom, ze hebben een AWP en een AK. Maar ze zijn 2 tegen 4, dus dat betekent dat ze op eigenlijk beide bomsites gelijke nummers tegen gaan komen. En dat is wel heel erg lastig, want dan moet je met 2 man af gaan schieten. En dan ook nog eens je voor weten te bereiden op een retake van nog eens 2 man. En nou, dat is over het algemeen wel heel erg lastig. En dan heb ik het nog niet eens over het feit dat ze qua health al een enorme achterstand hebben. Dus geen wonder dat Vasher die kill op Clash met gemak kan pakken. En Config staat er dan alleen voor met zijn AWP, weet nog naar beneden te springen en Vasher nog af te schieten op het moment dat hij landt. Dat had ik niet verwacht om eerlijk te zijn, maar Yannick was in de buurt om het af te maken. En dat is het einde van de eerste helft. Het staat 9-6 voor Leonid. En nogmaals, dit is een best of 1. die we hier spelen in de, of in de lower bracket finals, dat is niet gebruikelijk. Normaliter doen we natuurlijk best of 3 in de lower bracket final. Voor de rest wel best of 1, maar dat is omdat we tijdsnood hebben. Config staat 18-10. Die man die gaat heel erg lekker voor zijn team. Maar Yannick heeft inmiddels wel flink ingelopen. Die staat 19-9. Een kill meer en een death minder. En dat is een beetje een noodst gegaan. Ja, zie je een slag sterker. Ondertussen zien we Leon in de richting A gaan. Config zit in shadow, pakt dan 1 kill en pad. Pakt dan een tweede. Ondertussen had Kinzo Config al gepakt. En ook nog Pat. Daarmee is het mooi bom planten voor Leonid Bernard. Heeft ook wel een herrie gevangen in CT. En dat zorgt ervoor dat hij misschien wat angstiger zal spelen of meer als bait zal worden gebruikt. Dan zien wij nu langzaamaan mensen pushen. En clash spot dan Kinzo. En Bernard ziet dan ook een mogelijkheid om te pushen. En Bernard gaat dan proberen de ninja defuse, lukt dan niet. Xeno geeft 1 headshot door de smoke aan Logix en dan gaat hij op zoek. Tijd drinkt en tijd is op. Dat betekent dat deze ronde dus al naar Leonid gaat en dat is een 10-5-4k voor Kinzo. Yannick heeft zijn ace gestolen, want die wil natuurlijk wel zo snel mogelijk richting de 30 bombs gaan. Ja, ja, die meneer wil bovenaan blijven staan. Die denkt, ho ho Kinzo, het gaat wel heel makkelijk zo. We zien wat deze force buy van Complex Simplicity zal brengen. Vasher gaat met de MAC-10, iets wat je normaal eigenlijk meer bij Kinzo zou verwachten. Maar ook Vasher laat zich soms een beetje gek maken. Helemaal goed. Nou, het is leuk om te zien, want het is op zich wel een hele leuke SMG. Hij is super cheap en de rate of fire is met name heel erg hoog. Dus je kunt in principe met name als mensen geen Kevlar hebben, echt gewoon door ze heen als een warm mes door de boter. Super fijn. Al helemaal als je de aim hebt van iemand als Vasher, dan heb je maar 2 kogels nodig met zo'n ding. En ja, dan gaan die 2 kogels gewoon heel snel achter elkaar die gun uit. Dus komt dat altijd wel ten goede. Maar niet heel erg veel artillery om mee te werken hier voor Complex Simplicity. We hebben een USP zelfs nog op Config, maar die man die wil sparen voor zijn AWP, dat kan ik me heel goed voorstellen. Clash en Pat hebben allebei Kevlar met een helm, Xeno ook trouwens en Bernard een gewone Kevlar. Dus dat is best wel een hele heavy force nog van ze. En ze staan ook met z'n drieën hier op kort gewoon maar een beetje te chillen. Terwijl we 4 terroristen bij Ramp hebben en eentje nog bij Palace. Dat wordt heel erg lastig voor die ene CT, dat is Clash, om allemaal af te houden. Ze chargen die site op en ramp uit. Vasher loopt als eerste door die spot Clash. Clash was op dat moment de enige daar, maar de hele CT line-up is geroteerd. Inmiddels Clash wist 1 kill te vinden. Kinzo returnt hem en 4 tegen 4 is hoe het er op dit moment bij staat. Maar ik weet niet in hoeverre dat nog de moeite waard is voor deze mannen om dit te risken met de afterplans die we Leonid al in hebben. Allemaal tegelijk pieken, dus dat wordt best wel lastig denk ik. Maar Pat vindt Lewis Revo met een mooie one-deek. En Kinzo staat gelukkig nog klaar om deze mensen af te knallen. Ja, alleen hij kon Bernard niet vinden door de smoke. En Bernard zit nog steeds op die bom. Oh man! Gaat dit? Oh, dat wordt hem ook nog eens. Oh, wow. Kinzo wel met een knife kill, maar die $1500 kan natuurlijk niet op tegen een verloren ronde. Vooral dat, niet zo'n tiltende manier. Dat is wel echt grof hoor. Dat is echt gewoon een flushja die Bernard daar gewoon poelt. Ja, maar Bernard heeft deze match volgens mij al 3 of 4 keer geprobeerd. En als het nou, 1 keer lukt, dan is het gemeen. Ja. Maar kun je alsnog wel zeggen dat het niet een zeer effectieve manier van werken is. Nee, oké, maar Kinzo was ook op die bom aan het sprayen. Alleen hij zat recht op de bom en niet recht op degene die hem aan het defuse was. Config start de ronde door de man in question uit te schakelen. En die staat waarschijnlijk inmiddels wel op full tilt. Net ook gewoon weer 4k. AK is wel geretrieved, zodat die mensen daarmee aan de haal kan. Patty neemt wel wat damage en die gaat dan ook langzaam door die smoke pushen. En dat voetje wordt niet gezien door Logix, maar uiteindelijk is Logix snel genoeg. En die krijgt dan de beuk dat hij in 1 keer suicide. En volgens mij wordt je dan ook auto-switch naar het andere team op een of andere magische manier. En dat is dus voor Logix. En ja, heel erg raar. Dat gebeurt al vaker dit toernooi. En waar dat vandaan komt, weet letterlijk niemand. Hij is al GVGD. Is dus al wel dood. Dat is onverdedigd. Er is al damage gedaan, dus dan wordt de ronde meestal niet gereplayed. Nee, dat is hoe het nou eenmaal werkt met de officiële tournament rules. Maar ja, Kinzo zegt al in het chat, speel maar uit. Kunnen niet gevraagd worden om dit opnieuw te gaan restoren weer. Maar dat zouden ze ook niet toelaten, zegt Pat. Nou, mijn hele Yannick is vastgelopen op de smoke. Die van mij gelukkig niet, dus ik praat gewoon even door nog. Yannick heeft Clash gevonden. Config heeft Vasher. Config pakt Loose Revo ook. Config staat hier in een hele mooie positie in CT Spawn. Bernard is gelukkig ook nog in de buurt om te helpen. Yannick wordt door hem uitgeschakeld. En dat is de ronde voor Complex Simplicity. En nou, die konden ze wel gebruiken. Ze hebben natuurlijk de vorige gewonnen met een near defuse. En dat zorgt ervoor dat op dit moment Leonid niet echt meer geld heeft. Dus een beetje ongemakkelijk dat ze een speler kwijtraakten net. Daar kunnen ze natuurlijk zelf niks mee. Geen losse bonus. Oh, wauw. Dat is echt wel heel erg flauw. Hij heeft wel het meeste geld van iedereen. Dus, ja, dat is misschien toch wel omdat hij is reconnect. Maar normaliter is dat meestal zo. Nou, ik hoop dat het negatief beïnvloedt. Maar wat een... Oeh, die spray had zo potent kunnen zijn als hij die even doorgezet had. Dan zaten daar 2 man achter elkaar. Maar ja, dat kan hij natuurlijk niet zien. Het is lullig dat die spelers geen X-ray hebben. Want voor ons is dat echt wel heel erg handig. Ja. Maar... dan krijg je klappen van Stivo weer. Ja, en Xener die gooit naar beneden en heel veel damage mee en pakt zelfs nog 2 headshots met zijn M4. Ja, Nick loopt dan door met de Rek9 en Vasher mag dan planten. Dat is een mooie bonus die Leonid zeker verwelkomt. Vooral als Lewis heeft dan ook nog een killpak. Config gaat dan op jacht, heeft dan 1 kill op Vasher, maakt er een 2 tegen 3 van. Dus Revo en Yannick als laatste 2 over. Yannick heeft zelfs een armen en een M4, maar het mag niet baten, want Bernard haalt zijn hoofd eraf met een AK. Config maakt het uiteindelijk af met een AWP-shot op Lewis de Revo. Keurig, dat is 3 achter elkaar voor Complex Simplicity nadat ze de pistol round verloren hebben. Dat is iets dat we toch wel best wel vaak gezien hebben gedurende het weekend. Dat een team de pistol wint en dan gewoon daarna ja, die eco's niet af kan houden. Of die forcebuys niet af kan houden. Maar gelukkig hebben we nu weer de eerste gunround die we gaan zien. Het staat 10-9 voor Leonid en Lewis Revo heeft die AWP in zijn handen. Die staat daarmee in mid en gaat zijn best doen een mooie entry te vinden. Voor zijn team heeft een heel klein gaatje voor deze smoke, maar ik weet niet of hij daar op korte termijn iemand tegen gaat komen. Verder hebben wij Yannick die bij Underpass loopt en... Logix in Palace, dat is een beetje de setup. Met z'n drieën staan ze in mid. Eentje bij A en eentje bij B. Om er gewoon voor te zorgen dat er geen gekke dingen gebeuren van een van beide kanten. En ja, weer een vrij trage ronde zo. Ze hebben er niet echt haast bij. De jongens van Leonid. De bom is inmiddels onderweg naar Spawn. Wordt daar ook gedropt. Wel meegenomen. Het lijkt erop dat ze zich een beetje gaan verzamelen bij A. En daar zitten toevallig wel 3 CT's met smart te wachten. Dus dat kan wel eens lullig uitpakken. Maar als je maar hard genoeg schiet, dan hoeft dat ook niet per se heel veel uit te maken. En ze lopen dan met z'n drieën in elk geval heel erg rustig rempel op. De bom hoort daar ook bij. En we hebben een 4e man daar heel erg paraat staan. Nummer 5 is Vasher. Die staat in het midden en die komt straks ook door Connector. De eerste frag gaat naar de Lewis Revo die Config uitschakelt. Dat is een goede man om neer te hebben, want die is echt... heel erg hard aan het schieten, dus hij staat ver weg bovenaan voor zijn team. En daar komt Clash vanaf kort. De spray van Vasher ging bijna fout, maar hij wist hem nog te pakken. Kinzo heeft Bernard inmiddels ook gevonden. En we hebben nog 2 CT's in leven, dat zijn Xeno en Pat. Pat weet nog een kill te pakken op Kinzo, wordt vervolgens uitgeschakeld door Lewis Revo. En Yannick pakt de laatste op Xeno. Dat is 11-9 en toch Leonid die weer... de game iets naar zich toe trekt, die zichzelf weer in een positie brengt om dit mee naar huis te nemen en straks in de Grand Finals te spelen. Ongelooflijk dat we nog een Grand Finals moeten spelen straks. Ja, het tijdstip zou toch anders doen denken. Logix gaf de afgelopen ronde zelfs nog even een headshot aan Yannick. Een iets wat slordigheidje, natuurlijk niet geheel de bedoeling, maar wel een waarheid. Lewis Revo pakt een kill met de AWP op pad, terwijl er... ook een paar CT's op pad zijn. Die zitten allemaal een beetje bij kort te hangen met z'n drieën. In de hoop dat zij daar misschien ergens een terrorist van zijn wapen kan ontdoen. Ja, ja. We hebben nog 4 man voor de CT's die hun best gaan doen om wat terroristen af te houden en af te schieten. Maar de jongens van Leonid hebben absoluut geen haast hierbij. Die denken bij zichzelf, wij hebben 5 man in leven, jullie hebben pistols. Wij doen wel even rustig aan voordat we een of andere gekke gamble stack inlopen. En die gamble stack die staat ook daadwerkelijk op B. Dat is wel de plek waar de bom naartoe lijkt te gaan. Maar gelukkig zijn ze dan ook met 2 man doormidden aan het stampen om toch van twee verschillende kanten te komen. Om te zorgen dat ze niet zomaar voor één gat te vangen zijn door zo'n gekke stack. Maar goede timing van Xeno. Weet alleen de kill niet te pakken. Wordt uitgeschakeld door Fresher. Clash weet Fresher te treden. Yannick en Bernard allebei een kill. Dat gaat heen en weer en heen en weer. Clash weet Lewis Revo nog te pakken voordat Yannick Bernard pakt. En dan hebben we alleen Clash nog in leven tegen Logix en Yannick. Clash staat daar op kort. Een gierige boost hier van Leonid. Dat is Yannick op de boxers op site en Clash die kant op gaat komen. Ik weet niet of dit een positie is die hij verwacht, maar het zou toch wel donders goed eens de ronde kunnen winnen hier voor de jongens. Want ja, hij wordt gespot. Hij zag niks, geen pixeltje op het moment dat hij wegkeek. Is ook geen gebruikelijke positie. En zo wint hij de ronde, keurig gedaan door Yannick met een mooie positie. En dat is 12-9 voor Leonid dan hier op Mirage. Nogmaals, dit is een best of one lower bracket final. Normaliter zou het een best of three zijn, alleen daar hebben we niet echt de tijd meer voor. De winnaar van deze ene map gaat door naar de best of 3 finals, die normaliter dus best of 5 zou zijn, tegen Vanguard Pro. Dat zijn onze Noorse boys, Grande, Red Faction en Rosie, vergezeld door de Belg Bolin en de Hollander Angry. En beide deze teams willen daar natuurlijk heel erg graag naartoe om wraak te nemen op Vanguard Pro. Want volgens mij hebben ze allebei al van Vanguard verloren dit toernooi. Maar met name Leonid wil denk ik die mannen wel heel graag tegenkomen. Heeft Leonid trouwens wel tegen ze gespeeld? Tegen wie? Tegen Vanguard? Ja, die zijn daardoor hier naar onderen geklapt. Ja, zijn die... Oh, dat was ook nog echt. Volgens mij dan. De push naar A is ingezet. Dus die Fasher die heel hard doorloopt. Logix heeft de eerste kill op Pat. En de CT's laten geen gras afgroeien. Die rotaten onmiddellijk. Dat was een hele mooie spray van Clash. Door de box killt die Fasher. Lewis Revo heeft er inmiddels wel 2. Xeno en Bernard zijn dat. En Conflict en Clash moeten nu met z'n tweeën deze site gaan retaken. Die denken Amahula en pakken hun... guns mee, AWP en een M4, kiezen het hazenpad zoals Tolders dat graag zegt. En gaan gewoon in back alley zitten. Als Haasking aan het spelen is, dan kiest hij het hazenpad. Dat is wel weer punnersma. Ja, maar het is altijd wel lastig, want hij is hier niet bij. En anders zouden we dat natuurlijk op ISL bij Lux doen. Maar in het Engels klinkt het natuurlijk een beetje daar. Ace King he takes, he takes de hazenpad. The air half en... Hairpath. Dus Hair King is taking the hair road. So driving home in his Lamborghini, but now we see Leonid Gaming taking it home. En we moeten nou niet in het Engels gaan beginnen, dat doen wij. Nee, dat deed ik gisteren al. Voor mij was het gewoon nog vandaag. Dat was inderdaad vandaag, maar het was voordat ik ging slapen, dus technisch gezien gisteren. Ik ben geen thuisbesef meer, alles is moeilijk. En ondertussen zien we ook even een korte pauze, ik weet niet precies... waarom dit is, waarschijnlijk zal het een tactical zijn vanuit Complex Simplicity. En ja, het duurt dus nog even voordat wij naar de Grand Final gaan. Hangt er vanaf of Leonid Gaming hun goede lijn weten door te zetten. We hebben nu 3 rondes achter elkaar gewonnen. En Yannick heeft gewoon 26 kills. Terwijl Config aan de andere kant ook excelleert met 25. Ja, maar zoals onze vriend Rijn eventjes aan het highlighten is, die inmiddels naast ons staat, zijn er in beide teams ook spelers die wat minder hard aan het schieten zijn. Namelijk Logix en Xeno, die allebei nog onder de 10 staan. En ja, dat is jammer, maar ze hebben gelukkig ook allebei iemand die hard aan het compenseren is voor ze. Namelijk voor Leonid is dat Yannick en voor Complex Simplicity is dat Config. Config die... toch echt wel benoemswaardig hard schiet het hele weekend al. Leonid heeft dat wat beter verspreid over de verschillende spelers en de verschillende mappen. Maar het blijft toch een interessante game. En vermoedelijk is dit een tactical break, tactical pause van Complex Simplicity. Die toch wel steeds verder achter komen te staan. 13-9 is de tussenstand en... nou ja, dat betekent dat we nog maar 3 rondes naar Leonid hoeven te zien gaan voordat zij zich kwalificeren voor de finale. En Complex Simplicity is al zo ver gekomen. Ze zijn hier al zo lang en fanatiek mee bezig dat die nog niet klaar zijn. Die willen er alles nog uithalen wat erin zit. En die gaan dus deze ronde eens even laten zien waar ze van gemaakt zijn. Ja, het zijn dus al zeker van top 3. Maar uiteindelijk wil je natuurlijk voor die hoofdprijs gaan. En dat is een... behoorlijke dosis aan spullen. Gaan heel veel mensen tegelijkertijd naar B. Kijk eens, dat is Fasher die van het raam uitspringt en Xeno afschiet. Clash weet wel de return te vinden op Ginzo. Maar Luis Revo pakt Clash dan weer in turn. En dan hebben wij nog drie counterterrorists die heel hard naar B aan het rennen zijn. Maar misschien al wel te laat zijn. Afgesmoken ligt vuur in Kitchen. En dit wordt een hele pittige retake. Ben ik bang, nog meer vuur. Zoveel dat Bernhard gewoon levend verbrandt. En ja, dan... Wordt wederom het hazenpad gekozen voor Config en Pet. Die gewoon denken van ja, deze guns hebben wij iets meer aan dan dat we nou gewoon naar binnen rennen en afgeknald worden. Ook al heeft Pet maar een UMP. Dus ze komen ook alweer een beetje binds om te BM'en. Hoort er natuurlijk ook bij als je een match hebt met spelers die vaak al met elkaar in een team hebben gezeten. En een beetje met elkaar kunnen opschieten. Zo zien we dan dus Leonid in de 14e ronde pakken nog 2 en dan hebben zij deze map en gaan zij naar de Grand Final tegen Vanguard Pro die zich al een tijdje geleden daarvoor hebben gekwalificeerd. Ja, ja. En ik zag ze net nog wat eten trouwens, dat is inmiddels al wel een paar uur geleden. Ik weet niet waar ze nu uithangen. Ik vraag me af of ze nog een vliegtuig moeten halen. Ja, dat was namelijk de crux van Fraggo Matic. Ja, en, toen zaten ze ook in de finale. Toen moesten ze halverwege de laatste map opeens pleiten. Nou, dat is heel sad. In één keer die reden. En zonder dat wij daar erg in hadden, was het dus eigenlijk de finale al gespeeld. Ondertussen zien we weer een B-Rush, want we werkten de vorige keer zo goed. En nu staan er weer 2 man. Xeno staat dan achter side van Clash alvast een kill op Unique heeft. En daarmee hebben ze beide 1 en is de bom even in het open gedropt. Ginzo is op zoek, maar vangt dan een headshot en doet een klein beetje damage. Dus Revo treedt op uiteindelijk een beetje terug, maar het is allemaal heel moeilijk, heel laat. Pakt dan zelfs nog een headshot en die gaat hier voor die ace. Nu was de Revo die al heel veel heeft laten zien met de AWP, maar nu dus ook met de AK laat zien dat hij behoorlijk kan aimen. En hoe probeert Pet dan een beetje te dodgen met een flashbang. Pakt dan een headshot op hem en heeft nog maar 16 HP over. Gaat nog altijd een keertje zitten en wordt dan geflankt door Bernhard. Een speler die daar vandaan al helemaal niet had verwacht. En dat was waarschijnlijk ook het idee dat Bernhard dus daar had. En dan is het in één keer 14-10. Ja, ja. Maar weer dichterbij, complex. En ja, zullen we zien of Leonid zich met een full-buy, want ze hebben nog meer dan genoeg geld, dichter bij dat matchpoint kan brengen. Geen AWP voor beide kanten. En dat is dan toch wel een opmerkelijk feitje. Opmerkelijk indeed, de Tolders. Maar ik weet niet of ze die AWP per se nodig gaan hebben. Zoals je zag schiet Luis Revo prima zonder. En volgens mij doet Config het ook erg goed zonder die AWP. Dus Fasher die laat even zien dat Config niet welkom is op deze server. Omdat hij ze te veel leed bezorgt wellicht. En verwijdert hem. Dat is een man voorsprong voor de terroristen. En... over het algemeen betekent dat dat ze de ronde nog eventjes wat rustiger aan kunnen gaan pakken. En daar zijn ze zeker fan van, de Leonid Boys. Zodat ze gewoon hun tijd kunnen nemen om eens even te kijken waar ze naartoe willen gaan. Laat de CT's hun verdediging maar goed verspreiden. En op het moment dat ze een gaatje gevonden hebben, een plek hebben waar ze confident genoeg zijn om gewoon maar naar binnen te gaan stampen, gaan ze dat ook zeker doen. En dan is er no mercy vanuit Leonid. De smokes gaan... richting A en dat lijkt dus de bombsite of choice. Daar staan weliswaar 2 mensen, maar dat geeft niet. Dat kunnen ze wel aandenken. Ze Pet weet de eerste te vinden, maar wordt getreden door Logix. En dan lijkt het even te kalmeren, want door de smokes is er niet heel veel meer dat er gedaan kan worden door de CT's. Fasher vindt Clash, die dacht wel nog eventjes door Connected te kunnen komen lopen. Bernhard staat achter vuur en achter smoke in CT. Xeno heeft Fasher gevonden en maakt het allemaal iets mogelijker hier voor zijn team. Bij Stairs en CT moeten ze binnenkomen. En de eerste frag voor Bernhard wordt ook binnengesleept. Dat is op Yannick die bij Tetris zat. We hebben nog 2 terroristen om te vinden, waarvan 1 best wel ver weg loopt. En helemaal om aan het lopen is. Ja, Logix ging helemaal via T-span voor de big flank, pakt dan een kill op Xeno, maakt het een 1-tegen-1 en de bom is voor hem geplant, dus dat heeft hij al van tevoren bedacht. En Bernhard gaat dan voor de ninja defuse en wordt dan al bijna ja, succesvol daarmee, want Logix die wist een paar keer, heeft dan een 3k in die ronde en zorgt dat hij daarmee de 10 kills is gepasseerd als laatste op de server, maar zorgt dan ook voor een matchpoint voor Leonid Gaming. Kunnen zij het hiermee eindigen, want het is echt een belabberde voorspelling van de complex simplicity. Ja. Een scoutje op Config die normaal ook wel met AFP wat kan doen. Roos even wordt compleet geflasht, gooit als een kunst weg. Helemaal tilt, helemaal klaar mee. Wil gewoon die finale spelen, wil gewoon dat geld verdienen. En natuurlijk het op zijn erelijst bijschrijven. Dat is misschien nog wel belangrijker dan de prijs zelf. Dat denk ik ook wel, maar zover zijn ze nog niet. Alles is nog mogelijk. Het is en blijft CS, maar ze zitten op dit moment wel in een hele goede positie om het in elk geval te schoppen tot die finale en om hun wraak te kunnen krijgen tegenover Vanguard Pro. Weliswaar omdat ze uit de lower bracket komen, moeten ze 1 map meer winnen om die finale te kunnen winnen. Maar ik denk dat ze dat er wel voor over hebben. En we zullen zien of er nog een stay of execution is hier voor Complex Simplicity. Of dat het gewoon afgelopen is straks. We hebben niet een bijster sterk arsenaal met 4 upgrade pistols en 1 scout. Zoals je eerder aankaartte. En gelukkig hebben ze wel 3 spelers op de bomsite. Waarnaar Leonid toe aan het neigen is. Dat is weer A. Het lijkt erop dat er wat smokes opgelijnd worden. En de bom staat daar ook al paraat. We hebben Fasher weer in het midden. Dit lijkt toch wel een van hun... leuke go-to strats om in elk geval A in beslag te nemen. En dat is exact wat ze gaan doen. Convict vindt de eerste op Logix en laat die scout goed werken. Er zijn voorlopig nog een beetje aarzelingen voor de jongens. Maar Fasher vindt Pat en dat is een gelijk scorebord. Lewis Revo pakt nog een mannetje voordeel erbij als die Convict uitschakelt. En dan zijn er alleen nog maar 3 pistols tegen de 4 man met rifles van Leonid. Yannick heeft Bernhard gevonden. We horen al gejuich in de zaal. En dat is Clash die in zijn eentje nog er tegenaan moet. Daar rent Fasher naar binnen met zijn mes. Gaat hem dat lukken? Dat is wel echt smerig. Fasher, leuk afgesloten. Dat is het einde van de eerste map, wou ik zeggen. Maar dat is gewoon de...